Ja, en u bent weer terug bij Cultuur in Actie. Althans weer terug, u bent als goed is nooit weg geweest. Straks, want we zijn een klein beetje uitgelopen, hebben we hier een live een interview met minister van Engelshoven. Dat wordt gedaan door Frank van der Linden, die hier al eerder heeft gepresenteerd. Die eigenlijk het bal heeft geopend vorige week. Maar eerst zit hier bij mij aan tafel René van Binsbergen. René van Binsbergen, jij bent sinds 2019 eigenaar van Proton Backline Rental te Nieuwegein. Dat is correct. Vertel, wat verhuur jij? Ja, wij verhuren muziekinstrumenten en onder andere ook podiumdelen. Ja. En vooral op de grotere festivals. Pinkpop, Lowlands, Down Rabbit Hole, Eurosonic. Ja. En sinds dat het niet meer mag, dan is ik wou zeggen, veel plezier het komende seizoen. Ja, het is lekker rustig. Het is lekker rustig, inderdaad, ja. Nou ja, goed, maak er nou een grapje over. Dat is natuurlijk jouw bedrijf. Staat, denk ik, dan op omvallen? Dat niet zozeer, want er zijn goede maatregelen getroffen, financieel. Dus ik zie de toekomst nog wel goed zitten, maar het wordt wel een zwaar jaar, ja, absoluut. Ja, want in welke zin word jij het meest getroffen? Je hebt natuurlijk ook veel mensen voor je werken die nu ook allemaal thuis zitten. Gelukkig zijn het heel veel freelancers, dus die heb ik dan niet uit te betalen. Ik heb één man in dienst. Ja. Maar toch, ik voor hun juist een statement maken van mensen die juist backstage werken, die juist niet voor de camera komen. Die wil ik nu even onder de aandacht brengen. Ja. Van voor hun gaat het ook zwaar worden, want ook degene die in vaste dienst zitten, is ook niet zeker dat hun baan blijven behouden. Want als ik mag vragen, wat houdt hun baan in? Jij verhuurt ook technici of niet? Ja, het is in feite een compleet pakket. Het is ook dry hire, dus bijvoorbeeld zo'n losse piano die hier zit, die kunnen wij dan ook verhuren. Mm-hmm. En komende zaterdag zijn de concerten van Kensington Ilse Lange bijvoorbeeld, in de Ziggo Dome. Ja. En daar leveren we dan nu nog wel spullen aan. Wanneer is dat komende? Komende zaterdag. Maar, dus dat wordt wel gedaan met afstand? Ja, precies, voor 30 man. Echt? Ja, in de Ziggo Dome. Jeetje, Mina. Ja, ja. Er staat er uitverkocht, of niet? Het is stijf uitverkocht. Uitverkocht. Ja, alle 30 uitverkocht. Ja. Ja, dat is prachtig. Dan kun je in ieder geval zeggen. Ja, 30 man stijf uitverkocht. Dat is toch wel wat. Ja, want ik was een tijdje geleden, ik geloof een week of twee geleden, toen had René Vroger zich uitgelaten over dat onze sector als eerste op de bank zat en als laatste er weer afkwam. Dat had hij, ik moet eerlijk zeggen, want ik sprak zijn vrouw later nog, wat misschien wat onhandig geformuleerd. Maar wat hij eigenlijk bedoelde, was dus dat ook bijvoorbeeld al die technici, al die apparatuur die wordt verhuurd, precies, bijvoorbeeld bij de toppers, als de toppers nog een keer niet door zou gaan, zijn al die bedrijven, al die jongens, die liggen gewoon plat. Precies, want ik denk dat de artiesten die op het podium staan, die gaan het wel redden uiteindelijk. Die hebben wel een buffertje. Maar de meeste mensen die achter de schermen werken, die leven echt van festival naar festival, van evenement naar evenement. Ja. En als dan de hele zomer stil ligt, terwijl dat je piek is qua verdienmodel, ja, dan wordt het een heel zwaar jaar. Ja. En vandaar dat soort artiesten en mensen die dan in de media komen, dat mensen ook wel denken van jij kan makkelijk praten. Ja. Hè? En terwijl daar natuurlijk een hele wereld achter zit waar het publiek het besef van heeft. En als dat misschien dan een beetje onhandig gebracht wordt, want Natasja Vroger die zei ook tegen mij, natuurlijk zingen wij het nog uit. En nog wel 2 jaar ook, weet je wel. Maar het gaat natuurlijk ook om die jongen die met die kabels zo heel snel op het toneel doorrent, om die opname goed te laten verlopen. Zonder al die mensen is het gewoon vrijwel onmogelijk. Het is allemaal samenwerken. Ja, het is samenwerken en het is vaak dat, ik weet niet of jij dat ook zo opzet, met zo'n groot evenement. Ik heb ook wel eens iets in Ahoy met z'n allen gedaan. Zo'n familie, weet je? Ja, absoluut. Hebben jullie veel contact onderling met elkaar? Ja, je houdt elkaar wel op de hoogte van hoe het met elkaar gaat. En de verhalen zijn in de meeste gevallen wel dramatisch. Ja, dus we zijn ook op zoek naar ander werk. En het is ook dat in de toekomst, stel dat ze ander werk hebben, dan ben je ze kwijt. Ja. Dan hebben ze gewoon iets anders gevonden. Dus bijvoorbeeld een goede freelancer van mij. Die zit te denken om elektricien te worden. Dus volgend jaar kan ik hem niet meer inzetten op een festival. Nee, dat snap ik inderdaad. Nee, dat zijn natuurlijk schrijnende. Voor hoeveel mensen ga jij je handtekening zetten? 15 mensen. 15 mensen. Ja. Nou, dan wens ik jou heel veel sterkte. Dankjewel. Goed dat je er was. Want ook goed voor de mensen om te zien. Dat er inderdaad ook zoveel mensen achter die schermen die techniek werken. Ja. We hebben er allemaal geen besef van. Nee. Teken je handtekening. Fijn dat je er was. Dankjewel, Richard. Oké. Okay.